In het gemeentehuis van Hillegom is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Omwonenden waarschuwden de politie omdat ze hoorden dat er ruiten werden ingegooid. Ook stond er een ladder tegen een raam. De politie kon korte tijd later een verdachte aanhouden. Het is nog niet bekend of er iets is meegenomen uit het gemeentehuis. De brandweer heeft maandagavond een deel van de Maasstraat in de Haagse stationsbuurt ontruimd na een gaslek. Ook het verkeer in de Koningstunnel werd stilgelegd. Eerder was er in de buurt een lek gedicht, maar een uur later roken voorbijgangers opnieuw een sterke gaslucht. Volgens de brandweer ontsnapte een grote hoeveelheid gas die zich verspreidde via de grond en kruipruimte. Circa 25 bewoners werden geëvacueerd. Organisator Doen Evenementen is teleurgesteld in het verdwijnen van de Haagse Koninginnennacht. De gemeente Den Haag besloot onlangs met een andere organisatie in zee te gaan en dat de naam Koninginnennacht verdwijnt. De muziekacts op de vooravond van Koninginnedag worden voortaan verspreid over 6 podia in plaats van 1 buitenpodium. Minister Schultz van Hagen van Verkeer is niet van plan om te stoppen met de aanbesteding van het openbaar vervoer in Den Haag. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Met het besluit legt de minister het ultimatum van de vervoersbonden naast zich neer. Die zijn fel tegen de aanbesteding van het busvervoer in de grote steden. Door haar besluit lijken acties in het openbaar vervoer van 14 tot 17 februari vrijwel zeker.